President Chandrika Prasad Santokhi heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP. Tijdens het werkbezoek aan het ziekenhuis werd de president vergezeld door de minister van Volksgezondheid Amar Amadine en de directeur van Volksgezondheid Rakesh Gayadhar Shukul. De president kreeg een rondleiding langs verschillende lopende projecten, waarbij de nadruk lag op belangrijke uitbreidingen en verbeteringen van de zorginfrastructuur. Ook werden de plannen van het AZP op korte termijn gepresenteerd aan de presidentiële delegatie. Santokhi toonde zich onder de indruk van de gepresenteerde projecten, maar benadrukte dat niet alleen de modernisering van het gebouw essentieel is. Hij gaf aan dat er een duidelijke strategie moet komen om de schulden van het ziekenhuis te herschikken, zodat het voortbestaan van het AZP gegarandeerd kan worden. Na de presentatie vond de rondleiding plaats, waarbij de president onder meer de spoedeisende hulp, de intensive care unit en de nieuwbouwprojecten in de West Wing bezocht. Hier werden de nieuwe angio-kamer, een faciliteit voor niersteenvergruizing en de oncologie-unit op de begane grond gepresenteerd. Op de tweede etage kreeg de president een update over de bouw van de nieuwe verloskamers en op de vijfde verdieping kreeg hij een overzicht van de geplande locatie voor het nieuw hospital. Bij de neonatale en pediatrische intensive care units werden extra aandacht besteed aan de cruciale zorg voor kwetsbare pasgeborenen en kinderen. Het bezoek werd afgesloten bij de liftenhal van het beddenhuis. President Santokhi sprak zijn waardering uit voor de vooruitgang van de projecten en het belang van moderne, toegankelijke gezondheidszorg voor alle burgers. In het nieuws van morgen komen we terug op dit bezoek van president Santokhi aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.